Het is bevestigd. Feyenoord Rotterdam fans. Vandaag is een dag om nooit te vergeten. De bevestiging waar we allemaal op hebben gewacht is eindelijk gearriveerd. En het is met enorme opwinding dat we een belangrijk nieuwtje aankondigen dat ons seizoen belooft te veranderen. Ja, een monumentale ondertekening is officieel gemaakt en Feyenoord heeft zojuist een belangrijke versterking voor het team binnengehaald. Blijf kijken voor een echte revolutie in onze aanval. Want de nieuwe ster komt het felbegeerde nummer 10 shirt dragen, een nummer dat de geschiedenis en verantwoordelijkheid draagt van grote idolen die hier zijn gepasseerd. Voordat we verder gaan, zorg ervoor dat je je al hebt geabonneerd op ons kanaal, zodat je voor altijd op de hoogte blijft van al het Feyenoord nieuws. Vandaag hebben we twee hete nieuwsberichten om onze rood-witte harten op te vrolijken. Dus laten we gaan. Eerste nieuws: Hugo Bueno bij Feyenoord. De grote ster is Hugo Bueno, de 21-jarige middenvelder die tot medio 2025 wordt uitgeleend door Wolverhampton Wanderers. Met zijn komst krijgt onze selectie een waardevolle versterking op linksback. Bueno is super enthousiast over deze kans en zei, toen de kans zich voordeed om dit seizoen voor Feyenoord te spelen, wist ik dat ik die moest grijpen. Dit is een grote club met fantastische fans en ik kan niet wachten om het shirt aan te trekken en het team te helpen. Hij komt uit Vigo, Spanje en begon zijn carrière bij het Valmingor voordat hij werd gecontracteerd door Wolverhampton. Met 48 optredens voor de Premier League brengt hij ervaring en kwaliteit in onze verdediging. Hugo Bueno zal het shirt met rugnummer 16 dragen en kijkt er nu al naar uit om al zijn talent op het veld te laten zien. Tweede nieuwtje: de komst van Ibrahim Osman. Dat klopt, fans. Feyenoord wil graag Ibrahim Osman de 19-jarige aanvaller van Breiton en Hoven Albion FC, contracteren. De onderhandelingen zijn in volle gang en het ziet ernaar uit dat de uitleenovereenkomst binnenkort officieel wordt gemaakt. Osman, afkomstig van noord heeft een marktwaarde van 12 miljoen euro, maar heeft geen optie tot koop in zijn contract. Hij komt de vacature invullen die Calvin Stengs achterlaat, die naar Charlotte FC vertrekt. Breiton was bereid hem uit te lenen omdat hij daar weinig kansen kreeg. Osman wordt, naar verwachting, dinsdag klinisch gekeurd en, als alles goed gaat, woensdag officieel gepresenteerd. En het mooiste is: Feyenoord neemt het salaris van de speler volledig voor zijn rekening. Blijf kijken voor meer nieuws. Dat was het, fans. Blijf kijken voor meer updates en laten we Feyenoord dit seizoen samen steunen.